Met die middelen doen we het. En wat we doen is met een medium, potlood of houtskool, suggereren we iets uit die werkelijkheid. Bij het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven kun je alles leren over muziek, dans, beeldende kunst en meer. Wij zijn op bezoek bij CKE Academie, in vierjarige opleiding tekenen en schilderen. De opdracht is om een oog te maken, dus ik heb een voorbeeld voor me zitten, hè, daarin. Ik ga haar oog zo goed mogelijk weergeven en dan moet ik op de grote vlakken letten en op de lijnen letten en op de bolling letten en ik een beetje los met de hand aan het potlood. Het ene oog is misschien wat meer, laat me zeggen, in de hoogte en breedte hoger en soms ligt een ooglid erdoor het klimmen der jaren iets meer overheen. Let daar goed op, hè, hoe dat precies allemaal zit. Goed kijken en de nuances zien. De uitdaging ligt in een zo echt mogelijk oog natekenen. In lijnen en vlakken en allerlei kleurschakeringen. De CKE Academie zie ik als een plek voor iedereen, jong en oud, die wellicht graag op zoek is naar creatieve mogelijkheden van zichzelf. En je leert in de eerste twee jaar vooral ook tekenen en compositie en dat soort zaken. En ik denk dat dat op een gegeven moment je eigen wordt. Laat het toeval ontstaan en toe en kijk wat daaruit komt. Maar het komt gewoon uit mezelf waar ik mee bezig ben. Dus en dan valt me iets in en van daaruit ga ik weer verder. En dat is ook heerlijk, dat geeft volledige vrijheid in je tekenen en schilderen. De eerstejaarscursisten zijn ondertussen met een technische opdracht bezig. Wat mij nu opvalt, is dat wat we net eigenlijk hadden met dat arceren, hè? Van links naar rechts en van rechts naar links, linkshandige en rechtshandige, is dat we de beweging van de cirkel, of je nou rechtshandig of linkshandig bent, jullie gaan allemaal dezelfde kant uit. Oh. Allemaal linksom. Allemaal links tegen de klok in. Ja, tegen de klok in. Ja, dat klopt. Aardig om dadelijk eens met de klok mee te gaan proberen. Ik dacht van eens kijken wat er... Met de klok mee? Oké. Okay. Dat is echt tegen natuurlijk. Als docent zijnde hebben we een soort van programma uitgeschreven waar wij denken wat een mooie ontwikkeling kan opleveren voor degene die hier aan deelnemen. En dat vertaalt zich eigenlijk ook in het soort mens wat bij ons hier komt. En dan zul je zien dat iedereen op een andere manier daarmee aan de slag gaat. En dat maakt vooral die diversiteit, maakt CKE Academie bijzonder. Ik heb de indruk in deze opleiding dat je en de baas en toch heel veel creativiteit. En dat vind ik een unieke combinatie. Tot nu toe heb ik geleerd om lijnen te trekken en daarbij verschillende beelden te maken. En vind je dat nu toe ook leuk? Ja, zeker. Ik vind het superleuk. The assignments we have, they are very challenging, but at the same time it's fun to discover myself, other people, how they see the world. And yeah, I will basically say that this day when I come here is like the day of the week. Als onderdeel van de opleiding worden musea bezocht en wordt het eigen werk uitgebreid geëvalueerd. Dat inspireert iedereen. Het gaat er niet om dat iedereen per se een kunstenaar wordt, maar ik geloof wel in de potentie van iedereen en ook de kans via de academie om beeldende kwaliteiten van jouzelf te ontdekken. Dat je op een bepaalde manier via die
beeldende vakken, tekenen en schilderen. Jouw eigen handschrift leert ontdekken en ook wellicht misschien ook meer over jezelf kunt ontdekken en ontginnen. Die lage horizon die geeft echt ruimte, weet je. Je kunt weg zonder van je stoel af te kunnen. Dat vind ik fijn. Ja, ik ben me wel heel bewust van die kunstgeschiedenislessen die we gehad hebben. En die probeer ik ook eigenlijk altijd wel toe te passen in mijn werk. En kijken van, wat doet het nou met mijn werk? Uiteindelijk zal ik in een landschap terecht moeten komen waarvan ik denk, en daar wil ik wandelen. De derdejaars zijn ook met een opdracht bezig. Wat ben je aan het maken? Metamorfose is de bedoeling. Het thema is metamorfose en dan probeer ik de overgang van de lucht in water weer te geven aan het strand. Het moet een metamorfose voorstellen ook. Dus hier van een vlieger via een vlinder naar een ballon. Eigenlijk ook iedereen zo'n proces waarin die andere invalshoeken gaat zien en andere dingen gaat zien dan datgene wat misschien tot al die tijd zichtbaar was voor die persoon. En dat levert een wereld van fantasie en meer duidelijkheid op. Heel goed gezien. En de volgende tekening neem je weer mee wat je nou bij een ander ook gezien hebt. Hè? Dus we groeien daarin. Wilt u ook meedoen? U kunt op ieder moment beginnen. Afhankelijk van uw niveau kunt u ook in een hoger leerjaar instromen. Voor meer informatie kijk op cke.nl/cke-academie.